Welkom bij een nieuwe aflevering van de Piepshow Show. En uh, jongens, jongens, wat een comments op de afgelopen editie. Het ging er hard aan toe. Uh, nou, fair enough. Neem ik dan gewoon maar volle begin even. eventjes. Uh, ja, je werd in de grond ge, 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 geklaagd. Ik werd eventjes met de af, finaal met mijn poten afgezaagd, onder de grond gestopt. Want uh, waarom? Omdat je geen Sony fanboy bent. Ik, ik ben geen Sony fanboy meer. Nee, ik had een paar dingen inderdaad niet helemaal goed. Het was een beetje een rare dag. Dus whatever. Um, het feit is dat we er wel weer op terug gaan komen, dames en heren. Want het is wel een dingetje. En het feit dat iedereen er zo heftig op reageert... geeft ook wel aan dat het leeft op dit moment. De zaak in Engeland van de CMA. De mededingingsautoriteit uit Engeland. Ja. Ten aanzien van de aankoop van Activision Blizzard door Xbox. Um, Sony dit, vecht voor haar leven. Sony is aan het battelen. Ik heb deze 276 pagina's heb ik dit weekend uh, allemaal gelezen. Kan je. Ik het was niet leuk. Ik speelde liever scorn of, uh, of Mario and the Rabbits. Maar goed. Je hebt het echt allemaal gelezen. Je hebt ik hebt het niet heb, eventjes uh, uh, doorheen gebladerd. Nee, ik ben er niet doorheen gehad, ze flatst. Het, uh, het is heel juridisch. Ja. Laat ik even proberen om de zaak terug te brengen naar drie dingen die. De CMA zegt: CMA is dus van mening dat de aankoop van Activision Blizzard gaat zorgen voor oneerlijke concurrentie. Ja. Op drie vlakken. Ten eerste, console. Daar gaan we het eerst over hebben. Zij zeggen, um, ook al heeft uh, uh, um, uh, Sony op dit moment een, een voorsprong. Uh, dat wil nog niet zeggen dat dit er niet kan worden gedaan. En het aantrekken van uh, de Activision Blizzard portfolio gaat ervoor zorgen op de consoles. Uh, dat PlayStation heel veel uh, gamers gaat verliezen. En dat er een oneerlijke situatie gaat komen. Ook omdat zij denken dat Microsoft uiteindelijk ook de boel exclusief gaat maken. Of exclusief content. Want dat is iets wat ze in het verleden. Ook wel eens hebben gedaan. Klopt, met Bethesda zijn ze ook uh, teruggekomen op een eerdere uitspraak. En dus um, hebben we, uh, ja, is dat, is dat gewoon uh, oneerlijke concurrentie? Ik ben even verder naar nou ja, goed. Ja, yeah. deze vind ik namelijk heel erg moeilijk. Want waar het dan op neerkomt is dat één enkele game mm -hmm. uit een portfolio van 4000 games die op de PlayStation uh, uh, verkrijgbaar zijn, één enkele game kan ervoor zorgen dat. De status quo zoals die er nu is, waarbij uh, 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 PlayStation uh, ver voor staat boven Xbox als het gaat om consoles, in één keer ongedraaid kan worden. Ja, nou, er is natuurlijk een, een boel aan de hand. Um, en je kunt je afvragen. Kijk, het argument wat Sony maakt is dat Call of Duty zo ontzettend groot is dat het Microsoft een oneerlijke uh, concurrentiepositie geeft. Um, ik denk dat dat. Um, niet waar is. Ja. Ik denk dat dat vals is. Hier zeggen ze uh, dat inderdaad en in dit, dit gedeelte. Ja. Onder andere ook omdat uh, Microsoft uh, beloofd heeft om de aankomende vijf jaar niks te veranderen aan de deal die Sony met Activision Blizzard heeft, waarin al die shit ook naar de PlayStation komt en ook nog eens een keertje zelfs in sommige gevallen exclusief naar de ja, PlayStation. De komende twee jaar heeft uh, PlayStation exclusieve content in. Call of Duty. Precies, nou op dat gebied uh, is het duidelijk dat um, Sony geen poot heeft om op te staan. Ze mm -hmm. zijn aan er, dit gaat om iets anders. Mm -hmm. En waar gaat het dan werkelijk om? Nou, waar gaat het werkelijk om? Het gaat om Game Pass. Ja. Game Pass is een groot succes. En um, Sony ziet niet de mogelijkheid om te concurreren met Game Pass. Dus om je een nee. idee te geven, Microsoft had niks te verliezen. Die verkocht bijna geen First-party AAA games, die games waren ook niet zo heel erg goed. In sommige gevallen wel een fort zijn, zo het dan goed. Maar goed, dat hebben ze allemaal soort van in één grote schaal gelegd en zeggen van dit gaan we nu op het spel zetten. Ja. En um, dat is een investering in Game Pass geweest. Als Sony hetzelfde zou willen doen, dan zouden ze ook al hun first-party titels moeten onderbrengen in PlayStation. Nou, hadden ze kunnen doen, want zij waren eerder bezig met streaming. Of ja, misschien hebben wel ze dat. niet, hebben ze niet. hebben ze, live, hebben ze niet gedaan. Precies. Um, waarom doen ze dat niet? Omdat ze gewoon nu heel veel geld verdienen aan de verkoop van losse games. Niet ja. alleen verdienen ze geld aan de verkoop van hun eigen first-party titels, logisch. Nee, ze verdienen ook een uh, kleine 15%, misschien wel 20%, op elke verkochte PlayStation-game. Door een derde partij. Ja. Dus als jij een game wil uitbrengen op de PlayStation, of je die nou digitaal verkoopt via het PlayStation netwerk, of dat je die nou op een diskje drukt op een Blu-ray en in de winkel legt, maakt niet uit. Sony verdient gewoon mee. Al die inkomsten komen op het spel te staan. Al die inkomsten. Um, gaan wegvallen op het moment dat je uh, een Game Pass-achtige service uitrolt. Mm -hmm. Voor Microsoft maakt het niet uit. Die hebben niks te verliezen. Die hadden al maar genoeg, of die hadden wel nee. wat inkomsten. Maar die zaten eigenlijk al in een underdog-positie. Dus die hebben zoiets van: nou, weet je, die beetje inkomsten die we hebben, die, die, dat gooien we gewoon, uh, uh, dat gaan we vergokken. En we gaan iets nieuws proberen. En Sony, die ziet dat nieuwe. Systeem werken, Je ziet Game Pass werken. En die heeft gewoon zoiets van. Fucking hell, we kunnen niet concurreren tegen Game Pass. Ja. En ze zien Game Pass groeien. En ze weten gewoon van Game Pass gaat ons wegvaren. Niet alleen omdat de Xbox. Um uh, uh, goed verkoopt. Mm -hmm. uh, maar omdat je Game Pass zo meteen kunt spelen op je Samsung televisie, ja. op je strijkbout en je magnetron zo meteen. Die zit er is overal. Ja. Uh, dat betekent dat je nieuwe uh, Call of Duty games die ga je straks op je uh, magnetron kunnen spelen. En dat betekent een niet verkocht exemplaar op de Playstation 5. Ja. Dat betekent gewoon Keihard 20 euro misgelopen door Sony. Exact. Um, het grappige is dat uh, uh, Microsoft in het verleden moet ik even zoeken. Want hebben, ik heb een, een interview gevonden in 2018. En ik hoop dat ik dat snel kan vinden, want ik heb hier zoveel uh, shit openstaan. staan. Ja, in 2018 zeiden ze al, en ook dat voert uh, uh, Microsoft aan in hun verdediging richting de CMA. Mm -hmm. uh, dat zij uh, PlayStation en Nintendo hebben aangeboden. Van hé, hey, uh, uiteindelijk ons, ons, ons doel is die Game Pass subscription model. Alle devices, dus inderdaad de strijkbout, de magnetron en de Switch en de PlayStation 5 en 4 en 3. Um, daar kan hij op komen, daar kan Sony gebruik van maken. Sterker nog, daar kunnen ze ook wat inkomsten van krijgen. Uh, dat is geen enkel probleem. Uh, wij staan daar open voor. Zowel Nintendo als PlayStation hebben dat afgeslagen. En inderdaad, kijk. Sony kan zeker natuurlijk, hè, als het op de Game Pass staat, kunnen ze daar ook bijvoorbeeld een bepaald percentage krijgen. Maar 20 euro van wat is? Wat, ja, 20%, 20 van een abonnement, of zo, die wordt afgesloten op de PlayStation console van 11 euro of, of 15 euro als het ultimate is. Dat is wat anders dan van een game die 70 dollar is. Dus ja. het gaat om heel veel geld. En, het gaat uh, om miljarden. Het gaat om miljarden. En die lopen ze mis. En, um, wat? Het is denk ik vergelijkbaar met stel je voor dat Microsoft de volledige development kant van Nintendo zou kopen. Ja. Op dat ogenblik zou de Switch niet meer. Verkopen omdat Microsoft eigenaar zijn van al die content en die content mm -hmm. is waarom men een, een switch zou kopen, ja, niet andersom. Weet je, men koopt niet die content omdat men een switch heeft. Nee, men koopt de switch omdat je die content wil spelen, ja, en dat is dat is hier ook aan de hand. Weet je, ja. waarom koop je een PlayStation nou, omdat je vrienden hem hebben en uh, omdat je dan uh, met ze consumeren kunnen spelen, ja. Al je vrienden hebben misschien ook een Samsung televisie of een Magnetron waarop je straks Game Pass en ja. hebt, en uh, um, ja, weet je, je hoeft geen PlayStation meer te kopen en met het wegvallen van die PlayStation valt uh, valt ook weg de reden, of tenminste de verkoop van al hun uh, first party titels. Die zal aan het afschalen zijn. Dus de strategie van Sony is ook nog eens een keertje werkt aanverrecht. Als ja. zij nou volop de first party, uh, hoge kwaliteit uh, 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 adventure games zouden gaan zitten, waar Sony sterk is, mm -hmm. en zouden zeggen van nou we maken er drie per jaar, ik zeg maar wat. Nou, dan, dan gaan mensen echt wel playstations kopen. Maar dat doen ze juist niet. Sterker nog, ze zijn de remake van de reissue, van de remake van de remaster aan het maken. Ja. En uh, ja, er is gewoon geen originaliteit meer over. Nee, uh, dat is een van die dingen waar ik op aangevallen werd. Uh, en, en waarschijnlijk bracht ik het ook een klein beetje overdreven. Um, het probleem zit hem in um, Call of Duty. Hoe, hoe belangrijk is dat nou? En heel veel mensen zeggen van ja, die first party titels, daar nemen mensen een PlayStation voor. Nou, ik, mijn mening is dat ik dat enigszins wel betwijfel. Um, dat heel veel mensen een PlayStation nemen, juist voor bepaalde mainstream third-party titels. FIFA, Call of Duty, Assassin's Creed, dat soort werk. Uh, en ik heb even zitten zoeken, en uh, ik heb hier uit uh, 2019 al, en uh, dit jaar in 2021 was dat zelfs nog slechter: 16% van de totale softwareverkoop, uh, dat betreft first-party games. En um, daar is hier dat bericht van. Even kijken of we dat kunnen zien. Als de regie dat even laten zien, daar is die. Um, en dat betekent dat 84% van alles wat verkocht wordt van de sales, van de omzet daarvan, komt uit third-party titels. En dat is ongelooflijk veel. Even ter vergelijking, bij Nintendo kun je dat eigenlijk omdraaien. Dan is ja. 80%, 75% is gewoon altijd Nintendo titels. Dus. Dat is ook de reden dat Nintendo goed draait. Ze verkopen een Switch zonder verlies over het algemeen, misschien nu niet meer. En ze verkopen gewoon games die niet in prijs verlaagd worden. Elke keer hetzelfde kosten en elke keer is het gewoon kassa voor Nintendo. Ja. En uh, third-party titels zijn voor hun ook. Niet belangrijk. Dus wat dat betreft het verweer van Microsoft van ja, maar kijk, Call of, Duty, uh, Call of Duty zit ook niet bij de Switch. En kijk hoe ze gaan. Gaat niet helemaal op, omdat Nintendo heeft al echt zijn eigen niche bedacht. Maar het laat ook weer zien de zwakte van PlayStation, namelijk de afhankelijkheid die ze hebben qua inkomsten van third-party deals. En vandaar. Dat PlayStation zo ontzettend hard hier uh, uh, aan, het, aan, het, aan, het, aan het mopperen is. Van uh... ja, het, want Microsoft zaagt aan die inkomsten. Dus ik bedoel, niet, niet alleen kan Microsoft gewoon die developers trade op kopen. Weet je, zoals ja. Activision Blizzard en die uitgevers. Nee, zometeen ook uh, kunnen zij deals aanbieden aan, uh, uh, aan, aan developers en uitgevers. En zeggen van nou, weet je wat, we betalen je bedrag X. Dan kom je op Game Pass. Um, dat betekent dat een Game Pass-abonnee die game gewoon kan spelen binnen zijn Game Pass-abonnement hoeft niet extra te betalen en, en, en dat scheelt gewoon een verkochte PlayStation-game, dus uh, Microsoft raakt PlayStation met het succes van Game Pass echt in het hart. Ja, hun hele businessmodel uh, staat onder druk. En ik denk eerlijk gezegd, kijk. Ik ben het gewoon niet eens met het gejank van PlayStation mm -hmm. in deze rechtszaak. Omdat ik zoiets heb van ja, als je een echte ondernemer bent, dan ga je uh, de uh, uitdagingen uh, uh, met opgeheven hoofd tegemoet. En probeer je ja. je daar een weg naar buiten te. Ondernemen. Weet je, ja. ik bedoel, wij hebben dat bij uh, hier bij GameKings ook gedaan. Ik bedoel, mm -hmm. op een gegeven moment, wij waren een gesponsord televisieprogramma. Op een gegeven moment zagen we gewoon, onze doelgroep zat niet meer op tv. Die keken geen tv meer, nee. uh, maar de sponsor zat op tv en we gingen, we moesten naar online, maar daar zaten geen sponsors. We moesten een premium model hebben. En uh, ja, hoe ga je dat doen? Moet je dan stoppen met tv en om welke volgorde? Nou, uiteindelijk, weet je, het bedrijf is kleiner geworden. We hebben een andere productiestrategie uh, ja. uh, uitgerold. En aan het eind van de rit werkt het. En dat is na een wat, aantal jaren pijn. Na een aantal jaren pijn, tuurlijk. Want je moet jezelf opnieuw uitvinden. Ja. PlayStation moet zichzelf nu opnieuw uitvinden. En in plaats van dat gewoon te gaan doen te realiseren dat ze dat moeten doen. Gewoon massaal inkrimpen. Uh, Focus op hele goede first party content. En uh, misschien wat minder uh, uh, in, het, in, het, in het ontwerpen van grote lelijke consoles. Maar gewoon doorgaan op de console install based die je hebt. Uh, uh, ja, weet je, ze, ze, dat doen ze niet. En ze beginnen nu aan de ene kant te concurreren met Xbox. Aan de andere kant schreeuwen ze nu moord en brand dat het ze niet gaat lukken. Ja. Nee, en, en die cijfers die Microsoft kan overleggen op dit vlak. Uh, we zijn niet zo groot op consolegebied. Verre weg uh, dan PlayStation. Het is ongeveer de helft zo groot. Uh, we verkopen veel minder games. Ook dat klopt. Um, dan ga je naar PC toe. Uh, PC zijn ze ook helemaal niet marktleider erin. En mobile. Dan moeten ze echt nog maar komen kijken, Microsoft. Hè? Daar hebben ze natuurlijk nu dan King. Gaan ze daar dan bij krijgen? Van uh, cash, uh, what it now, uh, Candy Crush. Ja. Dus. Het is raar om, meestal bij dit soort dingen waar het echt gebeurt is, als iemand in één klap. Of dat het een marktleider is die nog eens een keer een bedrijf erbij koopt, waardoor die echt marktmarktleider wordt. Of dat het een bedrijf is die door die klap in één keer marktleider wordt. Maar dat is ja. hier niet het geval. Nou, weet je, ik zat erover na te denken. Of dat inderdaad. Want wat je natuurlijk de laatste jaren hebt, mm -hmm. is die gigantische hoeveelheid geld die die venture capital fonds hebben. Dus mm -hmm. bijvoorbeeld toen Netflix begon, ja. schreeuwde ook iedereen moord en brand en alle uh, filmdistributeurs ja. en weet ik veel wat. Ze Muziek dat ook. kan allemaal niet. En televisie en bladibla, en alles ging weg. En uh, in elk ander uh, uh, voorbeeld was Netflix gekocht geweest door de grootste televisiemaatschappij. Ja. Maar dat kon hier niet, omdat er zo ontzettend veel venture capital geld in Netflix zat. dat het niet lukte. Het, het lukte ze niet om het te kopen. Ze nee. hadden geen geld nodig. Nee. En datzelfde heb je nu. Weet je, Sony zou in. Elk bedrijf wat ook maar een klein beetje een bedreiging vormt voor de business van uh, PlayStation zou gekocht worden door Sony ja. om vervolgens de nek te worden omgedraaid. Maar in dit geval gebeurt dat niet, want nou, ja. Sony kan moeilijk Microsoft kopen. Nee. Ik bedoel, Microsoft is gewoon een, een, een hele factor 10 groter dan Sony. Ja. Dus dat gaat gewoon niet gebeuren. En, en daarom dat ze nu maar op, op deze weg proberen hun gelijk te halen en, en zand in de machine van Microsoft te stort, te, te gooien. Uh, maar ik denk, de, ik denk eigenlijk dat het weinig kans Smart. Nou, in ieder geval op dit vlak uh, vind ik het niet heel sterk staan. De console-markt. En de meeste analisten zijn het daar ook wel mee eens. Ik bedoel, als dat voor kort gaat komen, en dat zou zomaar kunnen, want Microsoft laat het hier absoluut niet bij zitten. En die zijn natuurlijk fucking lawyered op tot, tot hier. Mm -hmm. um, dan heeft de CMA wel een probleem. Uh, het grappige is dat er nu ook een, 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 nog een, 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 een tweede platform bij is gekomen. Uh, die ze verduidelijkt hebben. Daar zit wel een, 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 een adder onder het gras. En dat gaat over Game Pass. Waarbij wij eigenlijk Game Pass zien als een verlengstuk van Xbox. He, uh, om, daar zit duidelijk natuurlijk een, een connectie tussen. Zeggen ja. zij: wacht even, ho ho ho. Nee, je hebt de consoles, de Xbox. En je hebt Game Pass. En Game Pass is een nieuw model. Dat is een subscription model. Daar heb je straks misschien helemaal geen, geen console meer voor nodig. Daar is Microsoft Marktleider. Mark klopt. Mm -hmm. Game Pass. Bedoel, niemand komt in de buurt. Niet de GeForces en de, de Ubisoft en de EA's met hun eigen streaming service. Ook, uh, mm -hmm. Dus dat klopt. En een marktleider wordt hier nu nog dominanter mee door deze aankoop. Dit is het argument van Sony. Dat is het argument van CMA, en Sony nee, okay, staat erachter. Yeah. Um, en uh, ja, dat betekent dat 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 gaat, uh, uh, dat is oneerlijke concurrentie. En maar daar maar, maar ik oneerlijke van, concurrentie okay. voor wat? Weet je, ja. voor een vergelijkbare online dienst of voor een traditioneel businessmodel? Ja, want, nee, want, want ja. dat is het probleem. Namelijk, weet je, als Sony echt serieus. Kloten had en ondernemerschap had, dan gingen ze. Uh, Game Pass rechtstreeks te live... met ja. hun eigen PlayStation Play Now Play 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 server. Play. Ja. Maar dat doen ze niet, omdat ze alleen al... De, hun eigen first-party titels niet in PlayStation Now hebben. Ik bedoel, hoe kun een, 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 uh, je nog meer... Uh, uh, gebrek aan vertrouwen uitspreken... dan door je eigen first-party titels... niet eens in PlayStation Now nee. uh, uit te brengen? Omdat ze dat geld niet kunnen missen. Nee, precies. Met andere woorden... ze geloven helemaal niet in de toekomst van PlayStation Now. En ik geloof er ook niet in, daar niet van. Maar Microsoft ja. gelooft er wel in. En die hebben met Game Pass laten zien van ja, het kan wel degelijk, maar dan moet je het goed doen. En dan moet je het ja. op deze manier doen. Dus met andere woorden, Game Pass vormt een bedreiging voor de traditionele business van PlayStation. Mm -hmm. Niet voor de online streaming business, want daar geloof PlayStation zelf ook al niet eens in. Dus, nee. uh, het is of PlayStation aan het huilen dat ze niet makkelijk net zo groot kunnen worden als Xbox. Ja, ja sorry, maar dan moet je gewoon zelf uh, 65 miljard of 80 of wat zal, 100 miljard, weet ik, wat ze uitgeven <laughs> aan, aan Game Pass krankzinnige bedragen. Uh, of je gaat dat zelf doen en je gaat naar de markt, je gaat geld ophalen en je gaat meedoen. Ja. Uh, of je zegt van nee, ik ga mijn traditionele business verstevigen en zorgen dat Microsoft dat niet zo makkelijk bij kan. Ja. Dat is wat Nintendo aan het doen is. Dus één van de twee. Maar ga niet lopen janken dat het ene omvalt en dat je het tweede niet kan. En dat het allemaal niet kan en het is allemaal niet jouw schuld. En het is het grote gemene Microsoft wat het doet. Ja, is, is nou ja, nee, ja, exact. Het is gewoon heel veel energie, tijd, ook geld. Want ook dat zijn ook weer lawyers, weet je wel, gestoppen in. Wat mij betreft vechten tegen Bika, omdat we dat hebben, namelijk ook al gezien bij muziek en bij film. Weet je, ja. het is het, of je het nou leuk vindt of niet, dat is een discussie. Of het goed is voor de huidige development-wereld, vind ik ook een discussie. Want uh, het is een ander businessmodel. Uh, misschien gaan budgetten hè? mensen zijn gewend, misschien met budgetten van 100 miljoen dat dat niet meer kan, is ook een discussie. Mm -hmm. Feit is wel dat dit aansluit bij wat. Community wil wat mensen willen, namelijk goedkoper toegang tot meer content. Het is, het is het model van dit moment. Ja, daar kan je mee gaan. Of je kan blijven bokken. En ja, bij muziek en film hebben we gezien dat. Dat niet heel erg helpt. Nou, kijk, ik ben benieuwd hoe dit juridisch in elkaar zit in, ja, nee. in Engeland. Hè? Want ja. ik bedoel, we hebben die CMA, dat is die organisatie, die mediedieningsorganisatie. Dit moet nog voor, volgens mij, een onafhankelijke rechter komen. Ja, de tweede fase, dan gaan er allerlei onderzoeken op losgelaten. Oké, okay, nou ja. goed, en dan uiteindelijk wordt dat aan de rechter gepresenteerd, allemaal. En dan krijg je dus eigenlijk uh, een case van innovatie. Het ja. gaat over innovatie. Dus uh, ik ken een heel beroemde zaak, is die van het Amerikaanse postbedrijf. Ja, ja. Op het moment dat. Uh, uh, de faxmachine werd uitgevonden. Uh, en mensen elkaar dus brieven via een faxmachine. Gingen sturen. Dus nog voordat er e-mail was, hadden we faxmachines. Mm -hmm. En uh, dan kon je dus een brief kon je digitaal sturen. En die kwam dan nou echt uit een soort soort. Printer gerold ja. en dan kun je hem lezen. Dat is kut voor de postbode. En nou, de postbode zei: van ja, ho, ho, ho. Uh, volgens een wet uit 1812 hebben wij het alleen recht om post te bezorgen. En dit is overduidelijk: postbezorging. Nou ja. leuk en aardig. Uh, Krokodillentranen werden gelaten door het Amerikaanse postbedrijf. En de rechter zei: ja, het is allemaal leuk en aardig, maar dit is innovatie. En ja. innovatie kun je niet stoppen. Dus uh, ga met je tijd mee, post of hou met huilen. Hier is exact hetzelfde aan de hand. Het traditionele mm. distributiemodel is nu uh, voorgoed te graven gedragen. Door uh, Xbox Game Pass. Um, uh, de partijen die daarbij gaan verliezen. Uh, Sony uh, is daarbij de voornaamste partij, die uh, kan dat moeilijk hebben. Uh, die gaat hun business zien verdampen. Uh, die schreeuwen moord en brand. En die zeggen eigenlijk: van Nee, rechter, alsjeblieft, verbied de faxmachine. Want wij willen nog gewoon echt brieven bezorgen. Met een echte wagen en met een paard ervoor. Ja. Zoals, het, zoals onze grootvaders dat deden in de 19e eeuw. Nou goed, da, dat soort shit kan, kan natuurlijk niet. Dus uh, die nee. rechter die gaat altijd in het uh, voordeel van innovatie uh, rechtspreken. Ja. En dit is ook wel iets wat ik vaak, aanheil, uh, uh, vaak aanhaal. Is dat een bedrijf, een groot bedrijf, wat voor aanstaat, wat voor oploopt, wat tijdens de PlayStation 3 en PlayStation 4 tijdperk PlayStation absoluut was, die hebben daar heel veel geld mee verdiend. Die waren glorie, uh, glorie uh, rijk in die periode, dat je tijdens zo'n periode niet op je lauren gaat rusten van, hey, het gaat allemaal wel goed, hè, jongens. Ja. Nee, dat je vooruit gaat kijken. Oké, okay, wat zijn, wat zijn de, de uitdagingen die er liggen? En ik snap ja, ook wel... Die visie hebben die mensen helemaal niet. Nee, maar dat, precies. Kijk, Microsoft, die, die was gedwongen. Het was alles of niks. En, nou, ze hebben, de afgelopen jaren hebben ze inderdaad vleeselijk Op. Toen wilden ze dit, wilden ze dat gaan doen, werkte ook niet. gingen ze dat doen, ook werkte niet. En op een gegeven moment heeft daar Blijkbaar een divisie of iemand een divisie gaat van: oké, okay, we gaan nu alles op Game Pass zetten. En we hebben gewoon dat geld, want dat is de luck. Want, ik bedoel, GeForce, nou al dat soort, die streamingplatformen, die zijn er wel, hm. maar die hebben gewoon lang niet zoveel geld om die content te kopen. Nee, dit is interessant, hè? En ik, ik, ja. ik, ik vind wat dat betreft ook, um, het is een schoolvoorbeeld van, uh, die soort van, hoe noem je dat? Die, die cyclus die je hebt in de industrie. Mm -hmm. Weet je, wij zitten nu bijna 30 ja. jaar in deze gamesindustrie, allebei. En dan zie je eigenlijk om de zeven jaar, zie je zo'n, weet je, zo'n, dat er komt dan zo'n merk, weet je, die begint dan, weet je, die staat op en zegt: zo niet begint de PlayStation. En dan, ja. weet je, bereiken ze daar groot succes mee, en dan worden ze arrogant. En dan, 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 weet je, worden de games minder goed. En dan communiceren ze niet meer met hun doelgroep. En dan, uh, hop, dan zie je het eigenlijk weer instorten, weet je? Dus ja. dan bereiken ze weer minder. En dan vanuit die crisis. Situatie, hervinden ze zich, nieuwe creativiteit, nieuwe uh, focus op development... Of, 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 of ze gaan een nieuwe richting op en dan, dan groeit het weer, weet je. En dan zijn ze ook niet meer arrogant als ze beneden zijn... dan zijn ze weer bezig met iets. Weet je, en we hebben Sony, Microsoft en Nintendo allemaal die cyclus zien doormaken. Ja. Ik heb die cyclus al drie keer gezien. Mm -hmm. bij veel partijen. Ja. En dan, dan weet je gewoon ook van, oké... Okay, uh, we hebben Nintendo hebben we ook helemaal door het stof zien gaan. Ja. Dat ging helemaal kapot met de Wii U, weet ja. je. Ik bedoel, dat was echt, niemand wilde dat ding meer hebben. En hun communicatie sloeg niet aan. En ze stopte op de E3 en weet ik wat. En toen was er de Switch, weet je. En dan zie je opeens, ze zijn gefocust op kwaliteit. Eén product. Alle neuzen staan dezelfde kant op. En hoppa, het gaat weer. Het is fantastisch. Microsoft hetzelfde. Microsoft ging... Met de Xbox One helemaal doods Wat een kut launch was dat? Zegt het hele <laughs> ding nooit tot z'n recht gekomen. Echt een gefaalde lancering. Uh, weet je, hele uh, managementafdelingen eruit. Het ging allemaal niet. En vervolgens herpakken ze zich opnieuw, uh, formuleren ze hun focus. En het lukt. De visie uh, blijkt te werken en op groot succes. En Sony aan de, tegenover de PlayStation 4, absoluut hoogtepunt in de, in de geschiedenis van Sony. Wat een fantastisch platform was dat gasten bereiken een absolute top. Volgens mij 150 miljoen verkochte exemplaren van de playstation. Ik weet niet eens wat het was. En dan, dan hebben ze een top bereikt. Mensen gaan weg. Uh, mensen die blijven, die worden arrogant. Want die hadden nooit helemaal de kwaliteiten die je nodig hebt om daar te komen. Maar ze zijn gewoon meegelift. Nou, dan sta je bovenaan en dan met die mensen gaat zo'n bedrijf gaat in duikvlucht. Ja. En dat is wat je nu weer ziet. Het is gewoon de cyclus die hoort bij die industrie. Het, het is ook logisch. Op het moment als jij, uh, om maar een analogie met sport te doen, uh, jij speelt tegen een bepaald team. En jij verliest keer op keer van dat team met een bepaalde opstelling dat je op een gegeven moment ook denkt: van oké, okay, maar zo win ik het dus niet. Ik moet wat anders gaan proberen. Ja. Ik ga met vijf verdedigers. Zo heeft Microsoft, Microsoft ook gekeken. Oké, okay, dus op de oude, de oude manier: console, gesloten systeem en games. Gaan we het nooit, maar dan ook nooit winnen? Dat kun je ook nu zien, want hun games zijn gewoon niet zo goed. Nog weet je, of ze zijn er niet eens um, of, of weinig. Uh, het moet anders. En met dat Game Pass model hebben ze natuurlijk gewoon even in een schuin oog gekeken naar wat er met Netflix gebeurt. Met de, met de video en met, met muziek. Wat als we daar. Als we het op die manier doen. En hey, we hebben dat geld. Want daar moeten we heel veel geld in gaan stoppen. Want dan moeten we content gaan kopen. Het is gigantisch ook. Ze hebben massel gehad met corona. Dat nou, is natuurlijk absoluut. En met, ja. die, met die rare chiptekorten. Ja. Waardoor opeens hun strategie van multiplatform heel erg lijkt te werken. En ja. Ja, als je dan game pass hebt. En je kunt het op pc of op je Xbox. Je oude Xbox. Of je, misschien heb je wel een Xbox S. Of een Series S. Of weet ik veel. Mm. Weet je, het maakt allemaal niet uit. Het is allemaal een beetje dezelfde. Enfin, het is allemaal goed. Ja. En dat. Ja, ze hebben gewoon echt goed gegokt. En, ja. het, en het heeft gewerkt. En, en PlayStation is denk ik gewoon uh, met de pants down... Uh, nou, die hebben gegokt op de PlayStation 5. Ja. En het is niet gelukt. Het is niet gelukt, inderdaad. Eén uh, ding... Waar het ook een beetje om draait in het onderzoek is natuurlijk hoe, uh, 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 ja, hoe exclusief is Call of Duty. En dat is een beetje dat wel eens een spelletje. Um, waarbij PlayStation zegt. ja, uh, straks gaan ze, gaan ze het alleen maar nog maar exclusief op de Xbox doen, of exclusieve content. Iets wat ze nu trouwens zelf doen met Call of Duty. Microsoft ja. zegt: nee, de komende vijf jaar verandert er helemaal niks. En daarna zien we dan wel weer verder. De CMA concludeert nu eigenlijk. Kies de kant van Sony daarin van ja, Microsoft heeft in het verleden wel, is wel vaker teruggekomen op gesprekken of op beloftes. Um, en als dat gaat gebeuren, dan gaat dat um, en er komt excessieve content bij, ja, dan, dan gaat dat tot scheve uh, verhoudingen lijken. Nou, ik weet je, bedoel, ja, dit is een beetje wel eens een niet is. Ik bedoel, uh, Xbox zegt wel, ik, ik uh, uh, PlayStation niet, zegt niet, zegt dat het niet zo is. Xbox heeft. Uh, game Pass aangeboden bij PlayStation. Konden ze ook nog aan Call of Duty verdienen. Dat willen ze niet. Ik denk bijvoorbeeld dat die exclusieve content als het gaat om maps en al dat soort zaken, ik weet niet of daar nou massaal de gamers voor opstappen, waar ga ik toch weer naar jou toe. Ze stappen op een gegeven moment op als ze weten van fucking hell. dezelfde game kan ik gewoon daar eigenlijk binnen mijn abonnement. Spelen en ik kan ook al die andere games ere. Die heb ik dan ook lekker bij weten. Ja, ja, Fuck. It. Ik doe het gewoon lekker op mijn pc. Of op in de cloud, of op een Xbox Series S. Want die is toch maar 200. Maar dat gaat toch gebeuren? Juist, en maar dat is niet wat ze zeggen. Nee, dat, dat, en dat is het flauwe aan ja. deze, uh, deze hele zaak. Het wordt een beetje mierenneuk. Of ja, maar als er nou een mapje meer bij komt en een, en een leveltje daar, weet je. Het zal misschien ook wel gebeuren. Microsoft zegt van we zouden wel dom zijn om het niet te doen. Dat, dat onderschrijf ik helemaal. Business wise. Uh, Verreweg de meeste mensen spelen uh, kort op, uh, op de PlayStation. Als je dat nu al afsluit, uh, dan loop je ook heel veel geld mis. Maar dat is niet. Je, als je dat, niet dat zo was, ja, ja. dan had Sony toch ook wel een bot gehad? Op Activision Blizzard. Dat is toch bizar? Maar dan, dat, ze hebben geen 70 miljoen. Nee, maar luister, dat haal je uit de markt. Als ja. het zo overduidelijk is dat die aankoop zo winstgevend gaat zijn... en zo'n doodsteek is voor de concurrentie... dan is hij wel maar meer die, waard maar, dan 68 miljoen. Wie, wie weet hebben ze dat überhaupt nooit verwacht... dat Microsoft daarin zou stappen. Ja, maar dan nog, denk ja. je nou echt dat, dat Activision Blizzard... niet ook naar Sony is gestapt en gezegd heeft van... luister, Microsoft gaat dit doen. Zijn jullie bereid om 70, miljoen, uh, 70 miljard te betalen? Tuurlijk gebeurt ja. dat. Alleen... Sony gelooft daar niet in nee. en terecht, want wie ook gek gaat er nou 68 miljard betalen voor ja. fucking Activision Blizzard? Ja. Alleen Microsoft doet dat en alleen Sony realiseert zich van kut. Ja. Het gaat niet om Call of Duty, het gaat om Call of Duty binnen het totale plaatje. Ja. Call of Duty zijn wat hoeveel verkocht? 20, 30, 40, 30 miljoen op ze. 30 de miljoen kocht, stuks. Ja. Oké, okay, 30 miljoen stuks. Laten ze dat straks weggeven in, in, in Game Pass. Ja. Dat betekent. Tenminste 15 miljoen extra Game Pass-leden. Mm -hmm. Dat betekent dat ze van 25, of wat is het, 35 miljoen? Nee, zitten, ze, ze zitten tussen de 20 en de 30. Oké, okay, laten ze 25 zeggen. miljoen ja. leden ja, hebben. Zit ze nu. Op 40, ja. Dan zitten ze op 40 miljoen. Weet je, dat zijn allemaal mensen die niet meer first-party nee. en third-party PlayStation-games hebben. Dat is gewoon, als je kijkt naar die 84% ja. third-party-inkomsten die ze hadden, dat is daar een flinke hap uit. En market transactions, hè? Nou ja, alle, alles, alles, alles bij ja, elkaar. Ja. Maar je ziet gewoon van. Zij beginnen zich opeens te realiseren: van... kut. Het gaat niet om Call of Duty. Het gaat om marktaandeel. Mm -hmm. En dat is wat Microsoft hier koopt. En marktaandeel is voor Sony niet ja. 68 miljard waard. Want ze hebben het al. Nee, het is voor Microsoft 68 miljard waard. Want ze hebben geen ja. marktaandeel. En dit gaat Sony gewoon pijn doen. En Xbox uh, bracht ook een, een, of Microsoft bracht ook een goed argument in. Uh, Binnen het verhaal van de CMA wordt heel erg nog uitgegaan van het oude model versus, versus Game Pass, en ze zeggen van jullie zijn een model vergeten, namelijk free to play. Dat mm. is namelijk ook een mega grote concurrentie voor ons, want daar verdient niemand wat aan, behalve dan Epic, weet je wel, uh, met Fortnite of ja, en al die andere. Precies. Dus um, uh, wij hebben ook daarmee te maken, namelijk dat games dat steeds populairder wordt om. Niks te betalen voor een game. Weet ja. je wel? Van, en, en, en wie zegt dat? Sony zegt dat dat een probleem is. Nou, nee, nou, nee dat, dat staat helemaal niet. Wordt niet aangegeven in dit stuk. Als CMA zegt: van je hebt consoles en je hebt subscription models. En Microsoft zegt: wacht even. Als we het over concurrentie hebben, jullie vergeten namelijk ook free to play. Daar moeten we ook mee concurreren. Dus vandaar dat wij Game Pass. Hè? Er is een andere manier van consumeren van gamers. Ja. Uh, daar moeten wij ook op inspelen. En dat is niet wat Sony nu doet. Uh, games 70 dollar maken en misschien wel 80 dollar maken. Ja, Oftewel duurder maken. Dus. Ja, nou, en het, het, mensen worden helemaal ziek van al die services. Dus ze ja. gaan er gewoon... Weet je, misschien koop je en een Playstation 5 en een Xbox Series X. Dat zou goed kunnen. En een game PC. Maar wat je niet doet, is dat je vijf verschillende gaming services gaat afsluiten. Weet nee. je, mensen hebben Spotify, ze hebben een, misschien twee, één of twee videodiensten, zoals Netflix of Amazon Prime of de HBO, weet ik veel. Dan hebben ze misschien nog, uh, uh, nog iets anders. Ik heb bijvoorbeeld zelf ook nog Audible, weet je, want ik hou van luisterboeken. Dus dan heb ik dat ook nog. En inmiddels heb ik al, zelf, ja, ik heb bijna vijf Lopende abonnementen, weet je, maar het is gewoon bijna 100 euro een maand. Ja, en dat is dat. Is, op een gegeven moment ben je klaar met die shit, en dat gaat hier nu ook gebeuren, weet je. Ik zit nog even kijken naar uh, de reactie van Microsoft, want die moeten we eigenlijk ook eventjes uh, meenemen. En uh, dus de CMA had, dus, dit 76 pagina's uh, neergelegd. Inderdaad, van console bedreiging, uh, de Game Pass, marktleider, dus bedreiging. En ze hadden het ook nog over de cloud. Ook een bedreiging. Terwijl Microsoft zegt: Dude, we gebruiken die fucking Azure helemaal niet voor onze Pass. Dus waar heb je het over? Um, Microsoft geeft eigenlijk aan van: Ten eerste, uh, Sony PlayStation has been the largest console platform over 20 years. Met een install base of 150 miljoen consoles. Dat schijnt dan uh, PlayStation 4 plus PlayStation 5. Met een beetje PlayStation 3, wat nog steeds verkocht. Is uh, making it larger than Nintendo. En more than double the size of Xbox. Oftewel, wij zijn klein, uh, zij zijn groot. En door deze aankoop worden we ietsje groter. Uh, dat heb ik ook even gecheckt. Ehm. Um, uit mijn hoofd, en dan moet ik even weer naar mijn uh, pagina toe gaan. Op dit moment, uh, de omzet van PlayStation was het afgelopen jaar 2021 24,9 miljard dollar. Oftewel 25 miljard dollar hebben zij verdiend of als omzet. Uh, 16,3 miljard is Xbox. Dus 16 miljard tegenover 25 miljard. Dat is ongeveer 9 miljard minder. Daar zit Bethesda al in. Krijgen zij uh, uh, inderdaad. Activision Blizzard erbij, dan komt er 8 miljard bij. Zijn ze onpar. Ja. Microsoft zegt dus van, dus het hele verhaal dat wij opeens marktleidend zijn... Maar dat als je kijkt naar Game Pass. Dan, dan zie je waar, de, waar het pijn gaat doen. Want die 84% van die 25 miljard die ze omzetten. Die ze dus uit third parties halen. Ja. Die gaan ze kwijtraken. Nee, twee punt, er is nu. Dat is ook wel grappig. Dus in Brazilië heb je natuurlijk hetzelfde proces lopen. Daar komt alles op straat. omdat dat een openheid is die moet van, uh, van, de, van, de, van, de, van de rechtspraak. Daar hm. kwam dus. het werd bekend hoeveel ze hebben verdiend in 2021 dat was 2,9 miljard dollar hebben ze verdiend met uh, Game Pass. Overigens is dat dus nu weer offline gehaald, dat bericht. Waarschijnlijk was het toch niet helemaal de bedoeling dat dit naar buiten kwam. Mm -hmm. Want Microsoft had het natuurlijk fucking geheim. Dat was op basis van 18 miljoen dat is relatief abonnees. Weinig, hè? Dus zelfs al zitten ze nu wat hoger. Dat Betekent dat ze 3-4 miljoen hebben voor over een business die misschien 25 miljard waard is? 3-4 uh, nee, miljard? 2, 2. ja, nee. Dus ze zouden dan als ze straks richting de 30 gaan, dan dan uh, dan kun je het verdubbelen en en dan kom je zo rond de 5 mil, miljard dollar. Ja, maar dat is 10% van wat ze zouden kunnen omzetten als ze die games los zouden verkopen in de winkel. Um, dus het is wel degelijk een heel destructief uh, business. Het is het, ja, nee. Het moet dus groeien. Het, het kanibaliseert op op die traditionele industrie. Het is heel disruptief op die manier. Het is ja. ook logisch dat dat gebeurt. Um, alleen je kunt, als je kijkt naar de omvang ervan, dan kun je er donder op tegen zeggen, dat zodra Sony de handdoek in de ring gooit en zegt van wij gaan niet een concurrent van Game Pass doen, dat Game Pass gewoon 50, 60 dollar in de maand wordt. Ja, of... Want die, dat verschil tussen die 5, ja. 25 miljard ja. en die, die 3 miljard die ze nu doen, dat verschil moet ergens vandaan komen. Ik, ik denk dat... Het is disruptief. Het, het gaat zeker het model zoals nu. En dan heb ik het echt puur even over AAA. Over AAA games die 100, 200, 300 miljoen dollar kost om te maken. Dan denk ik dat het heel lastig houdbaar wordt. Uh, maar. Je Microsoft kunt, je, niet. Nee, maar dan moet je wel verlies nemen op, als het ware. Op de je. game, onzicht, maar, winst maken op Game Pass. Ja, maar ik denk dus dat we een ander soort content, dat we inderdaad een paar keer per jaar zo'n hele grote titel gaan zien. Maar ik vind het ook heel interessant voor: games draaien steeds minder om de verkoop. De fysieke verkopen of de digitale verkoop. Als je kijkt naar IE, ja. die haalt 80% volgens mij van de inkomsten inmiddels uit, uit, uit uh, MT's, weet ja, je, uit, uit in pakjes bij uh, whatever. Ja. Uh, al die games doen dat steeds meer. Dus dan zou je kunnen zeggen: van oké, okay, ik maak mijn game voor 100 miljoen. Het wordt een triple A. en het zit. Het wordt gewoon feitelijk. Uh, gooi het lekker op Game Pass. Krijg ik er ook nog, weet ik wel, 10 euro voor. Want ik heb een leuk deeltje gesloten. Uh, en voor de rest, in één keer verdubbel ik mijn. Uh, spelerspotentieel omdat mensen het gaan uitproberen en die gaan misschien allemaal wel pakjes verkopen, pakjes kopen, waardoor ik uiteindelijk aan het eind netto meer verdien. Ja, dat is een, dus je hebt helemaal gelijk. Het is disruptive op alle vormen. En Sony ziet in één keer zijn model van single-player games waar geen enkele vorm van MT's in zit, vaak en, en gelukkig, want ik hou daarvan. Die, dat past niet binnen dat model en, maar vooral omdat ze dat, dat model niet aan het uitbouwen zijn. Nee. Dus bij de PlayStation 4, ik weet zeker, een groot deel van het de PlayStation 4-succes is terug te herleiden op hun first-party titels. Weet ja. je, en ik bedoel, ik vond bijvoorbeeld Days Gone fucking fantastisch. De eerste, de of was geniaal. Weet ja. je, uh, uh, Uncharted Games, nou, ga zo maar door. Weet je, ik bedoel, echt een succesreeks mm -hmm. hebben zij uitgebracht. En uh, nu zie je al dat daar veranderingen aan het komen zijn. Want ze zijn al bezig met de remake van de, van de remaster. En de remake van de remake van de remaster. En als ze dat soort dingen aan het doen zijn. En je ziet dat, dat de wat minder succesvolle titels als deze. gewoon niet worden wegbezuinigd. bij ja. uh, in het development proces van Sony Worldwide Studios. dan zie je gewoon van oké. Okay, die, die visie en die, uh, dat beleid. dat hebben ze dus aangepast naar. Uh, uh, manage manager op de op de AAA blockbusters die zien ze zo meteen. Dat geld zien ze zometeen wegvloeien naar Xbox. En dan blijft er niks over. Dus ze hebben niet alleen een verkeerde inschatting gemaakt over uh, Game Pass. De manier waarop ze er zijn ingesprongen is ook nog eens een verkeerd. Want Herman Huls is daar aan het, uh, aan het roer gaan staan van, uh, van Worldwide Studios. En die heeft exact de verkeerde beslissingen gemaakt. Mm -hmm. Weet je, al het geld naar de remaster van de remake van The Last of Us 2. Uh, uh, titels gekild die zorgen voor juist die, die, dat diverse aanbod wat Sony zo, zo sterk maakt. Ja, en uh, ja, wat blijft er over uh, helemaal geen moer. Ja, een beetje gechargeerd, maar nou, goed, een ja. kleine moer. Ja, nee, ik nee, doe, nee, als nee. je, als je, uh, hoe heet die shit uit Amsterdam van Geel als je dat leuk vindt, weet je, Horizon, ja. als je het leuk tuurlijk, dat is er en God of War is er en weet ik veel. En natuurlijk ja, alle places, je fancy en zoiets van, ja, maar wat nee, maar je vergeet het, het deze is dat... parel die eruit komt. <laughs> het is dat oude businessmodel: het oude ja. businessmodel van een gesloten systeem met een disk die je koopt of. Uh, een code die je haalt, en nogmaals, die is absoluut levensvatbaar, maar niet meer uh, binnen zo'n huge-ass. De, de doelstelling die ze willen om te groeien boven 100, 150, 200 miljoen, die strijd mm -hmm. die Microsoft nu ingezet heeft waar we willen iedereen aan het gamen krijgen, of ze dat gaat lukken, is een heel ander verhaal. Ja. Maar die kun je niet op deze manier, net zoals Nintendo, altijd te maken heeft van we kunnen maar zoveel miljoen. Stuks verkopen, maar binnen daar hebben zij gewoon een heel goed business model. Games worden gewoon, uh, zijn altijd gewoon heel erg tof. Uh, ze, ze, ze zijn over het algemeen niet te schuren, niet tegen maatschappelijke problemen aan. Ze zijn voor ieder. Maakt niet uit wat je vindt. Uh, je, maar zelfs als dat er wel is, ik, ik heb meer zoiets van: kijk, als het business model van Game Pass op de lange termijn niet. Rendabel blijkt te zijn, mm -hmm. dan gaat het er in ieder geval in slagen om het bestaande businessmodel van videogame stuk te maken. Ja, dus dat is het gevaar. Maar dat kan ook een win Weet je wat je dus krijgt, is een soort lands, een soort wasteland, zometeen. Ja. waar ook ruimte is voor nieuwe initiatieven en uh, um, ja, misschien wel nieuwe creatieve. Platformen, processen, videogames. Ik weet het niet. Weet mm -hmm. je? We zien het zijn rare tijden. En er is een boel aan het veranderen. En dat moet je Microsoft meegeven. Zij hebben gewoon een baksteen gegooid <laughs> in dat veilige vijvertje van die AAA Games-industrie. Ja. En ze hebben gezegd: van dit is allemaal leuk en aardig geweest. Maar nu is het afgelopen en we gaan iets anders doen. En Sony heeft al kan alleen maar verliezen. Nintendo heeft zijn business goed afgescherpt, omdat ze zelf alle titels in eigen beheer ontwikkelen. Um, je hebt nog een paar third-party uh, uitgevers die hoe dan ook gaan meeprofiteren van wat er ook boven komt drijven. En uh, Microsoft die zet alles op alles. Het is alles of niets. Uh, Sony is de grootste en die kan alleen maar verliezen. Ja. En dat is waarom je deze rechtszaak hebt. Even nog uh, twee dingen die we er even uitpakken... uit de, uh, het, het antwoord van Microsoft. Uh, punt drie is ook wel een heel interessante. Uh, moet ik hem even op F11 zetten inderdaad. The suggestion that the incumbent market leader... with clear enduring market power as PlayStation... could be foreclosed by third largest provider... as a result of losing access to one title... is not Credible. There are more than 4000 games available on PlayStation alone. Nou, dat vind ik ook een goed punt. Stel dat het inderdaad zo is. Ja, dat zou wel betekenen dat dus dat, dat de hele fundering van PlayStation gewoon uh, uh, op drijfstand was gebaseerd. Namelijk op één enkele titel. Titel, uh, titel van een shooter waarbij elke hardcore gamer zei dat hij dood was. Weet ja, je, bedoel... behalve dan moet ik wel zeggen mm -hmm. dat. Um... Het gaat natuurlijk niet om die ene titel. Het gaat om Game Pass. Mm -hmm. Dus de suggestion gaat er over dat Game Pass die bestaande markt kapot maakt. Ja. Dat is wel degelijk het geval. Ja. En die ene titel gaat er gewoon aan, bij, aan toe bijdragen. Um, maar goed, dat wordt door Sony ook niet geformuleerd. Nee, ze dus dus zitten alleen maar over die Call of Duty. Terwijl het inderdaad het is: van, het is het gameplaysmodel ten, ten opzichte van het oude model. En uh, ja. uh, mag Microsoft daarin in groeien? Dan uh, deze vond ik ook nog interessant, is het punt 5. Um, dat gaat er eigenlijk op neer van dat heel veel mensen zeggen van ja, maar die, die aankoop is zo groot. We hebben het hier niet over een studio. Um, het is zo, het is gigantisch groot. Mm -hmm. um, en dan zeggen heel veel uh, Xbox fans vaak ja, maar Sony, Sony koopt ook uh, studios. Die hebben Destiny, Bungie hebben ze gekocht, Haven Studios, Los Angeles, Savage Games, uh, Nixus hebben ze onlangs gehaald. Mm -hmm. uh, ze hebben een, een aandelen ver, vergroot in From Software. Ja. En dan zeggen heel veel mensen, ja jongens, hallo, het is appels en peren, want uh, deze studios zijn nog niet eens een fractie van van de power van Activision Blizzard. En dat vind ik heel interessant dat iemand zei van wacht even, zo moet je het niet zien. Microsoft is nummer 5 of nummer 6. Uh, ik heb het je net laten zien. Als ze Activision erbij zouden nemen, zouden ze ongeveer gelijkwaardig worden. Maar daar hebben we nog niet bij gerekend dat PlayStation dus een marktleider is, die steeds nieuwe studio's erbij koopt. En dan is bijvoorbeeld een bunje best ook wel weer een flinke aankoop. Want het is een van de populairste online. Games. Precies. Zij dus... moeten investeren om groot te blijven. Maar ik moet ja. je wel zeggen, mm -hmm. um, al deze studio's moeten toe to bijdragen dat de PlayStation 5 een groter succes wordt. Zeker. En uh, dat is natuurlijk precies waar het pijn doet. Want een van de belangrijkste redenen moeten we niet uit het oog verliezen. waarom de PlayStation 5 zo'n zeperd is geworden. Ja. is omdat die shit niet leverbaar is door dat chiptekort. Ja. Ja. Nou, en dat is een probleem wat gewoon niet opgelost gaat worden. En het gaat nog veel erger worden. Ja, je, je, had, je had live nieuws. Uh, ja, over, nou ja, over ja Joe. vanochtend Uncle toen Joe. ik uh, in de auto zat. Toen uh, uh, werd me duidelijk in de podcast. Ik had het al eerder gehoord. Afgelopen vrijdag heeft Joe Biden. Die heeft een bizarre um, uh, uh, uitspraak geloof Eigenlijk een bizarre aankondiging gedaan. Hij zei van luister, die hele semiconductor market in China gaat stoppen. Elke Amerikaan. Die vanaf maandag nog in dienst is bij een semiconductorbedrijf. Verliest zijn Amerikaanse staatsburgerschap. Een ja. krankzinnige, echt serieus een krankzinnige uitspraak. Maar hij heeft het wel gedaan. Ik heb het hier even en, een, 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 een artikel hierover. Maar wat hier gaat, wat hier aan het. Ja, dit is nog eigenlijk. Dit, dit, dit loopt op naar die uitspraak mm -hmm. uh, toe. Amerika was al bezig om voor te sorteren op een soort van. Um, ja, hoe zullen we het noemen? Een soort uh, uh, sancties rondom die chipfabrikage. Um, je kan je afvragen waarom willen ze doen? Willen ze een oorlog met Taiwan forceren? Uh, weet je, want je dwingt China nu om Taiwan binnen te vallen. Daar zitten de grootste chipfabrieken. Uh, um, China kan zometeen ook ASML. zitten veel Nederlanders ook. Die zijn mm -hmm. ook allemaal vertrokken. ASML ligt stil in China. Al die semiconductorfabrieken liggen nu stil. Dat betekent dat. Echt serieus, als je nog van plan was, een auto, een telefoon, een PlayStation of iets anders wat in, of een switch, whatever, wat daar gemaakt wordt. Als je dat nog van plan was te kopen, dan moet je het nu doen, want echt, er is straks niets meer te kopen. En dat, uh, um, ja, dit is een, uh, er is natuurlijk al een tijdje een soort van. Economische derde Wereldoorlog aan de gang. We zien grote uh, geopolitieke strijd rondom olie en gas. Saudi-Arabië, ja. Rusland, weet ik veel. China is natuurlijk een en al productieland. Dus daar vindt strijd plaats als het gaat om nu om die semiconductormarkt. Ook wat er met Taiwan aan de hand is, heeft daarmee te maken. Uh, Xi Jinping heeft gezegd: van uh, we hebben uh, Hongkong nu volledig geassimileerd. Taiwan is next. Mm -hmm. Ik bedoel, what the fuck is er aan de hand? Dus als je je afvraagt hoe gaat uh, PlayStation overleven in een tijd waarin er zometeen geen enkele chip meer te krijgen nee. is, wanneer een economische derde wereldoorlog uitbreekt en Xbox ook nog eens een keertje zijn productie voor een groot gedeelte uit hun fabriek in, um, Mexico. in Mexico haalt in Tijuana staat dat ding volgens mij um, of de, of dat je het via de cloud speelt. Nou, ja, dat kan ook inderdaad. Ja, weet je. We hebben al gezien in Corona, Microsoft heeft de beste papieren en het ja. wordt alleen maar erger zometeen. Uh, ja, dat is dus eigenlijk een beetje verduidelijking. Dat is waar het nu allemaal staat en, en nogmaals, het is dit is echt belangrijk. Dit niet, niet voor niets dat we het er vaak over hebben. Want dit, dit gaat de complete gamesindustrie... compleet anders inrichten. En ja. um, ik vind gewoon, ja, daar hoor je gewoon bij te zijn als uh, game media. Omdat het voor ons ook gewoon belangrijk is. Van ja, waar gaan we straks mee te, te maken hebben? Laat, nogmaals, niemand hoopt hier dat PlayStation morgen uh, de stekker eruit trekt. Uh, het, het, het is alleen van: Dit is een strijd die je op deze manier. Ze, sommige analisten zeggen ook van. Oké, okay, wie weet, het zou kunnen dat, dat CMA het gewoon pootstijf houdt, dat de rechter erin meegaat, whatever. Dan heeft Microsoft wel weer andere manieren om dat voor elkaar te krijgen. Het, het, je houdt dat niet tegen. Dat heeft de filmindustrie niet gedaan, dat heeft de muziekindustrie niet gedaan. Ja, het gaat gevolgen krijgen, ook voor development. Het gaat ook zeker vervelende gevolgen hebben, want dat hebben we ook gezien bij uh, muziek. Uh, maar dan zul je inderdaad moeten gaan antwoorden en... Nieuwe manieren van bedrijfsvoering ja. gaan zien te vinden. Goed, gaan we even naar iets totaal anders toe? Um, Bayonetta. Ja, uh, we gaan naar Bayonetta toe. Uh, Bayonetta 3 komt eraan. En deze mevrouw die heet uh, Helena Taylor. En uh, zij is de stem van Bayonetta. Nou ja, mij zegt het niet veel want ik heb die game niet gespeeld. Maar Skate wist exact wie het was. En uh, zij had een boodschap uh, het weekend uh, naar de fans. Um, je moet even goed begrijpen. De situatie is zo dat uh, haar werk, waar ze het straks over gaat hebben, dat was ongeveer een jaar geleden, zou dat af zijn geweest. En binnenkort komt Bayonetta uit. Dat zit binnen een paar weken volgens mij. Even kijken. Hello, my yeah. name's Helena Taylor, and I am the voice of Bayonetta, and I would like to explain to you why I didn't voice Bayonetta 3. Bayonetta franchise made an approximated $450 million. Dollars. 50 million. That's not including merchandise. As an actor, I trained for a total of seven and a half years. Three years at the London Academy of Music and Dramatic Art, Lambda, with voice coach Barbara Barkery, and four and a half years with the legendary Larry Moss in Los Angeles. And what did they think this was worth? What did they offer to pay me? The final offer to do the whole game as a buyout, a flat rate, was four thousand. US dollars. This is an insult to me, the amount of time that I took to work on my talent and everything that I have given to this game and to the fans. I am asking the fans to boycott this game and instead spend the money that you would have spent on this game. Donating it to charity. Pff, ja. Ja, kom op. Um, daarna was er ook nog even kijken, een ander bericht. Dan moet ik even. Maar ik zeg je dit kan toch niet? Ik bedoel... Ik heb heel erg zoiets van: ik snap dat het pijn doet, weet je? Ik ja. wil zij heeft, ze heeft een art college gedaan, Tuurlijk, dat is al kut. Natuurlijk, ja, want dan krijg ja, je al van ja. werk, dan moet je al een beetje vanuit gaan. En dan gaat ze zeggen: Oké, okay, ik heb zoveel zeven jaar lang getraind om die zodat ik een goede Bayonetta stem. Ze heeft allemaal toegewerkt naar dat moment dat ze Bayonetta 3 kan inspreken. Daar heeft ze zeven jaar voor getraind en nu tada, krijgt ze maar 4000 dollar. Ja. Ten eerste, hoeveel werk is er nou helemaal om die game in te spreken? Waarschijnlijk twee dagen werk. Want het, is, het zijn niet hele dialogen en teksten. Nee. Het is geen Uncharted of zo, weet je. Dus wat dat betreft denk ik, goed, het is weinig geld. Bent er mee eens, weet je. Ik bedoel, als je kijkt naar hoe groot die game is. Ik kan me ook niet voorstellen als zij gezegd had van nou, jongens, dat is wel erg weinig. Luister, geef me tien. En het was echt mm -hmm. uh, belangrijk dat zij meewerkt aan Bayonetta. Uh, uh, ik heb Bayonetta gespeeld. Ja. Bayonetta 1 heb ik hem gespeeld, twee heb ik een heel groot gedeelte gespeeld. Ik kan me niet herinneren dat haar stem zo uh, belangrijk was. Mm -hmm. Aan de andere kant, als iemand anders het zou doen, ik zou er geen twee seconden bewust van zijn. Had ik bijvoorbeeld wel bij, uh, hoe heet dat kleine robotje, uh, Clap ja. van, uh, van Borderlands, uh, dat van de kut dat die originele stem er niet was. Bij Bayonetta heb ik dat niet zo erg. Dus misschien is het ook niet meer waard dan 4000 nee. dollar, uh, beste Helena Huppeldepup. Ja, nee, ja, ik ben, ik ben eh, laat ik zo zeggen, ik heb heel vroeger. een Fucking 20 jaar geleden, 25 jaar geleden. heb ik uh, dit soort werk gedaan. Althans, niet het stemgedeelte. maar was ik de localisator. en zat ik in de studio. om uh, die mensen. ja, die lijnen door te zeggen. nee, het is niet goed. nog een keertje. et cetera, et cetera. Uh, het is over het algemeen inderdaad niet het best betaalde werk. Um, dat heeft er ook alles mee te maken. Um, ja, Jouw stem. Dit, zij is een pro-stemacteur. Ik bedoel. Nou, echt, nu niet meer, denk ik. Nee, nu ik niet denk meer. Dat maar ze heeft de carrière redelijk goed in de fik staan. haar stem. Ik zou. Hartstikke graag een, een voorleesboek door haar of een podcast. Uh, haar stem is heel prettig <laughs> om naar te luisteren. dus Dit is ook wat ze zegt yeah. ook. This is not right. It is not acceptable. It impacts mental health. Dit wijf is niet goed bij de hoofd en is <laughs> gewoon een slachtoffer <laughs> aan het spelen hier. Wat iedereen nu aan het doen is, en ik kan er niet tegen, want het, is, het heeft niets meer te maken met gewoon een vet product maken yeah. en jezelf in de markt positioneren en daar gewoon, gewoon vette content maken. Nee. Dat is ze niet aan het doen. Ze is aan het schreeuwen dat ze ja. niet meer betaald uh, krijgt. Maar nog even, dus de facto um, de prijzen zijn zo. Uh, er zijn ook wel meerdere stemacteurs geweest die zeggen van nou inderdaad Gemiddeld in Amerika krijg je tussen de 350 en 600 dollar per uur voor dit soort klussen. Um, nou, als je ervan uitgaat: er, er is niet super, 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 veel tekst. Dan ben je er twee dagen mee bezig, dan, dan kan die 4000 euro dollar kan wel uh, goed komen. Um, kijk, en. Wat ik al had, ik, het, het ontplofte en dan krijg je, zoals altijd in, in, in deze wereld, krijg je dan mensen die haar kant kiezen of de mensen die de andere kant kiezen. Er zit bijna geen middenweg. En ik had eerst iets van: oké, okay, ik heb haar verhaal nu gehoord. Deze tekst kwam er nog achteraan, uh, want ze zegt ook bijvoorbeeld: what they did was legal, dus het mocht. Ja, natuurlijk is maar het, het was immoral. Sorry, maar je hebt een baan. Je hebt werk en dat bied je aan. En je, ja. hebt, je hebt een idee van wat het waard is. Je hebt een idee van de markt. En al, luister, als ze te weinig zouden bieden... dan zou niemand het doen. En dan zouden ze automatisch meer doen. Exact. Als zij het te weinig geld vindt... dan is het haar goed recht om te zeggen... nee, ik ga hier mijn tijd en energie niet in steken. Nee. Maar haar probleem is dat ze niets verdient. En misschien heeft dat niet zozeer te maken... met wat ze krijgt voor Bayonetta. Misschien heeft het wat te maken met andere eigenschappen die ze heeft. Waardoor ze... Ze niet in staat is om ook maar een klus te behouden. Ja, Want ik, ik, maar ik weet, maar... speculeren. Ja. Misschien is dat een oordeel, misschien is dat niet volledig onterecht. Dat ze heel goed kunnen. Maar ik heb gewoon met dit soort dingen altijd van: luister, weet je, je hebt een art college gedaan, je maakt art. Dat betekent, weet je, als je geld wil verdienen, moet je fucking loodgieter worden, weet je? Ja. Of loyer, of, of uh, lawyer, weet ik wat. Ik bedoel, ik besluit media te maken. En ja, oké, okay, daar verdien je geld mee. Ik nee. ga niet rijk worden, weet je? Maar ik ga niet lopen janken dat ik zelfmoord wil plegen. Fuck off, weet je? Ik bedoel, je doet wat je doet omdat je er gelukkig van wordt. Nee. En als je er een bestaan uit had, is het fantastisch. En als dat niet lukt, dan wees creatiever. Weet je, maar je gaat hier wel een uh, 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 soort van. Nintendo uh, uh, lopen verkondigen die er helemaal niets mee te maken hebben. Dat is ook nog eens zoiets. Het is niet, nee, eens, het, het is niet uh, eens een Nintendo-game. weet je. Het is een Platinum-game. Uh, nee, ja, yeah, dat is waar. Het it is Platinum. Overigens, nou ja, goed. Voortbouwend uh, de baas van Platinum-games, uh, Hideki Kamija, uh, die kwam al vrij snel met een tweet: uh, sad and deplorable about the attitude of untruth. That's what all uh, I can tell now. By the way, beware of my rules. Um, daarna uh, is. Nee, Hij Dit, Dit vind ik heel grappig, want dit is heel. Uh, Japanners zijn ja. nooit emotioneel. Nee. En als ze emotioneel zijn, dan, dan klopt hun. Dan, dan kun je helemaal niks meer van de Engels maken. Omdat ze dan in het Japans ook allemaal een soort van verbloemd taalgebruik gaan toepassen. Ja. En dat zie je hier ook. Er zit een soort drama in. Je kan je vinger er niet op leggen. Nee. Beware of my rules. Ik weet het niet. Er, er, is wat, er is wat aan de hand. Uh, hij is, daarna is hij heel veel mensen gaan blokken. Uh, vervolgens is hij van uh, Twitter. Is, is hij zegt eigenlijk uh, een tijdje is zijn Twitter-account Is dit een screenshot waar ik naar kijk? Of nee, niet? Ik, ik, nee, hij ja. zit toch nog op Twitter? Nee, 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 dit is een screenshot. in wat hij daar kijkt. Ja. Uh, en toen, um, daarna heeft hij zelf het hele uh, Twitter-account afgehaald. Dus er is iets aan de hand. Nu zijn er uh, mensen die uit die industrie komen, die stemacteurs, die zeggen van nou, wat er gebeurd zou kunnen zijn. En dat is altijd het probleem. Zolang er geen, het volledige verhaal niet naar voren komt, vind ik het altijd moeilijk om oordelen uh, te, te heffen. Uh, zegt hij wat er zou gebeurd kunnen zijn. Dat zijn niet lekker lach bij Platinum. Een, een mogelijkheid is dat haar timeschedule niet overeenkomt. en dat ze zoiets hadden van. Okay, ja, maar ze heeft het op een zeiken gezet tegen die gasten. Uh, waarschijnlijk een jaar lang. Exact. Twee nu, jaar nu, lang. Moet, nu moeten we van haar af. Um, dat is wat lastig omdat zij de stem is. Dus dat mo wij moeten haar niet wegjagen zelf of ontslaan. Nee, we geven haar zo'n kut aanbod. Uh, dat zij ze zelf weggaat. Dat heeft ze gedaan. Inmiddels is er een andere stemactrice aangenomen. Ook een, ook een hele bekende uh, ervaren. Die heeft misschien wel wat meer gehad. Dat, 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 dat weet niemand. Het geeft ook weer aan, precies wat jij zegt. Het probleem zit hem in. Wat zij doet. Het, het heeft niet zoveel zin. Want waarschijnlijk neemt geen enkel bedrijf haar meer aan. Van oh mijn god, dat, dat soort problemen moet ik niet hebben. Ga dan als complete. Industrie van stemacteurs maak een union en nou, zeg gewoon... maar. Dat, dat, maar dat, kijk, dat zou kunnen, maar dat hoeft niet, weet je. Nee, want, het... want, want iemand anders die doet het wel voor dat geld. ja, ja Laten we eerlijk wezen. Ja. Ik bedoel, de stem van Bayonetta. Is dat zo iconisch, weet je? Ik bedoel, nee, ik begrijp dat ja. als het namelijk echt belangrijk was, hoe die stem was, dan hadden ze wel. Fucking Kim Kardashian in de wat. Dat is wat zij natuurlijk vaak zeggen. En dat is ook. Uh, de, de van... Ja, maar goed, als, als een Kim Kardashian of een andere celeb, Dat is in Nederland ook. Hè. Je hebt dus pro-acteurs die klagen er ook altijd over. Die krijgen dan bij wijze van spreken 200 euro. Om een hele dag daar uh, 100.000 ja. lijntjes. En dan komt uh, er komt een of andere. Kan je schuren. En die krijgt dan. 30.000 euro. Ja. Die krijgt dan. Moet een half ja, dag. Maar zo om, gaat het. Omdat, omdat zij gewoon uh, marketingpower heeft. Ze heeft social media. Ja. Uh, die, die zijn, een, een, je, je kan haar op de opening zetten. Dat je kan er voor interviews in zitten. Dat kan je in een stem niet. Dat is het kutte ervan. Als je maar een stem bent. Of je bent maar een ghostwriter. Ja, maar daarom. Ik wil stel je voor dat, dat je Bayonetta 3 met de stem van Kim Kardashian. Ja. We dus iets van, ik weet niet. Is het een goede game? Want voor Kim Kardashian ga ik hem niet halen. Weet ja. Dus ik bedoel, wat is de rol van die, van die stem bij zo'n game? Nou, weinig. Weet je? Die rol is klein. Dus ja, ik weet het niet. Ik, ik heb gewoon echt het idee... Dat we hier te maken hebben met iemand die gewoon heel depressief is. Ja, ze ook uh, en dat zegt. in de werk aan het. Uh, en da dat is treurig. Uh, zij heeft hulp nodig. En nou ja, um, dat is het meer. Hè? Ik, neem, is het, ik, ja. neem, ik neem aan dat zo iemand niet alleen in een hutje op de heide woont. En dat er familie nou, is. Ik, en, ik weet het niet. Nou, misschien nou ja, misschien wel, wel. Maar dan denk ik van zo iemand moet tegen zichzelf in bescherming worden genomen. Want. Hier gaat ze ongetwijfeld spijt van krijgen. En het ja, helpt maar het is ook niet. een cultuur van nu. Ja, weet ja, je, zo van, ja. van nee, oké, okay, ik, ik krijg mijn zin niet. Dan ga ik nu online, dan ga ik nu heel hard lopen huilen. En ja, misschien werkt het. Ik bedoel, ik kan me niet voorstellen dat in het geval van Bayonetta het veel uitmaakt. Want zijn er echt fans die dan die game niet kopen vanwege haar en het geld aan charity geven? Lijkt me niet. Ik heb dat gevraagd op maar Twitter aan, aan mensen die dat toch wel behoorlijk bezwaar vonden. Ze ga je het nu niet kopen als fan? Dan zei eigenlijk iedereen van ja, ja, nee, ja, ik wil het wel spelen. Maar dat is het ook. Ja, dat is, dat, dat is vervelend, maar... Het gaat er niet om. Het is, is het, ja. het is net zoiets als dat, weet ik veel... Jij bent heel erg fan van de James Bond film. En dan komt een nieuwe James Bond film. En ja. de, weet ik veel, de... de... Uh, de make-up artist van uh, James Bond die heeft besloten om de, dit niet meer te doen voor het bedrag wat hij krijgt gaat op Twitter lopen halen ja, ga je dat niet of, ja, nee weet nee. je gaat nog steeds in de film maar ook al is het kut voor hem ja. ik heb met haar te doen want het, het is overduidelijk iemand die uh, uh, ja wat emotionele support kan gebruiken ja. maar wat ze nu doet ik zou dat gewoon niet doen nee, nee, heb dat... me gewoon niet zo verstandig goed Emotionele support, dames en heren. Gaan we nog even verder, want dit, uh, dit was toch wel een beetje het nieuws uh, het afgelopen weekend op social media. Uh, we, hebben, we zien hier Amurant. Jawel, be bekend van de banaan. Ja, absoluut. Uh, Amurant is uh, een hele grote, misschien wel een van de grootste streamsters, of moet je gewoon streamers zeggen, uh, ter wereld. En zij specialiseert zich in, laat ik het gewoon even netjes, kinky content. Hè? Zij, zij gamet of zij doet dingen uh, in, 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 ja, in een bikini, in een bubbelbad. Het is allemaal net. Het is geen porno. Het ze heeft twee hele grote kwaliteiten. Exact. Um, en daar verdient ze heel veel geld mee. En uh, ja. prima. Weet je wel, niet dan respect voor iemand die dat op deze manier uh, doet. en uh, haar lichaam daarvoor gebruikt. en haar talenten verder. Ja. vind ik allemaal prima. Doet ze goed. Dit was een 24-uur sub. En op een gegeven moment gebeurde er dit: Waarom zei je dat je mijn dogs. Oké. Okay. I can leave the. You know what? Actually, I don't. I shouldn't leave the house because my dogs are here. We'll take the dogs. And leave. You're asking the question. I'm telling you, and you're interrupting my fucking. Uh, like telling you, literally. Literally. What are you saying? You just told me you were gonna kill dogs if I didn't do a twenty-four hour stream. Nope, did not say that. Now you're just fucking being a liar. I'm not I just. Said it. I said I'm going to tell you what I said in terms of the earlier. Are you saying you did not say that? I tried to tell you what I heard from you, and you, then you <laughs> called me a liar. <laughs> then you tell me what did you say? What are you even talking about? Okay. You brought up the dogs out of nowhere. Exactly. So what? what? Oké, okay, ga ik even verder. Want zijn nog, zijn nog twee andere Whoa. films. Ja 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 ja. Nee, het is, dit is drama. Deze gaan. Wat een drama. And Dan gaat ze vertellen that over ja. And then the hot summer rose and he was like, "Oh, this is an opportunity." And then he turned into an asshole again when I agreed to commit to the grind because it was a good financial opportunity for us. I've been wanting to tell people that Like, let's just stream together just tell them that we're fucking married because it's like our relationship would be better we just stream them and it's a fighting all the time but no mister i don't want to don't say that because it's going to ruin the business model it's not time yet blah, blah, blah. So fuck yourself i'm done with it i'm not going to fuck you anymore you, don't want, you want me to tell them i'm single it's about to be true piece of shit the therapist even told him that <laughs> jesus christ i worked harder than you it's like and if you don't agree then i'm going to burn it all in court i'm going to put it all in fucking crypto Blah. Just always threats always threats all the fucking accounts are like two-factor under his number and all the he has all the like the login information of things you know it's like that keeps you there with the fear and the threats and you fear that you're going to do something to your animals En dan is hij nice again en zegt dat everything's gonna be okay. I'm gonna leave you with one million and I'm gonna take the rest because I worked harder. Than ja, waar het op neerkomt wat zij. Uh, ik uh, vind uh, ik uh, moet je wel props hoor voor het feit dat je, uh, je uh, gewoon je hele uh, relatie uh, okay. hier live op Twitch yeah. gooit ook hoor. Even wachten hoor, De, deze moet even uit. Uh, dan laat ze volgens ook nog wat tweets uh, zien. Uh, even kijken hoor. Uh, hier zit er ook een. Dan gaat hij hiervan. Uh, even kijken. Uh, hier zegt hij: I'm about to delete Twitter in 30 seconds. If no call, 34,000 gone. Gonna donate 250 to Palomasi in next to minute. 250,000 dollars gone. I will donate 500k in 3 minutes. If no call in one minute, I will absolutely make sure Kieran goes to the meat packing house. Dat is de hond. 20 <laughs> cents, times up, 750,000 gone. We cannot do down payment for call house. Another 250. Nou, waar het dus op neerkomt, is. Uh, dat is wat zij zegt. Uh, zij is dus blijkbaar getrouwd, uh, maar haar man heeft tegen haar gezegd uh, dat ga je even niet bekendmaken. En dat is een heel bekend gegeven in, sowieso in de entertainmentwereld. Niet alleen voor vrouwen, maar ook voor bijvoorbeeld de boybands. Ga ja. niet vertellen dat je een vrouw hebt, want nee, dan ben je dan, niet meer aantrekkelijk. Ja, oh. en zij dat ze man heeft, want dan gaan mannen. Niet exact. Meer. Ja. Al het geld, alle bankrekeningen, alle accounts zijn op zijn naam. Dus al het geld wat zij verdient gaat naar hem toe. En, uh, Hij was haar manager of zoiets. Nou ja, haar vriend. En op een gegeven moment dacht ze: Hé, hey, maar weet je wat, als, we nou gaan als jij nou gaat streamen en je doet dit. dan kunnen we big money verdienen. En dat doen ze ook. Mm. Dus eigenlijk is het gewoon een pooier. Ja, als, het, het ook, als het waar ja. is, want dat blijft, vind ik altijd weer het probleem. O, o, ongetwijfeld, ik vind haar reactie fijn naturel. natuurlijk. Want heel veel mensen zeggen het is gespeeld. En je zag nee, een ja, begrijp, zij, zijn donaties. verhaal maakt geen sens. Ik bedoel, ik, hij, misschien raad. is hij zich bewust van het feit dat zij aan het livestream is, die 24 uur. Want daar ging ja, het over. Nee, dat denk ik en wel, hij, wel, ja. hij realiseert zich dat dat telefoongesprek live in die, uh, ja. in die uitzending gaat. Um, ja, nee, ik, uh, inderdaad. Het is uh, het, het, ja, best wel triest, want dit is. Um, het, het is heel raar, maar heel vaak als ik naar haar keek. Doe, en nogmaals, ik heb inderdaad ook wel eens die streams bekeken. Professioneel. Maar af en toe vond ik het ook gewoon leuk om naar te kijken. Ik <laughs> vond haar altijd. Dat is heel voorzichtig te zeggen. Ja, je weet ik, het hè, de ik, hoogtepunten. Vond, ik vond haar altijd een beetje ongelukkig overkomen. Daar hing altijd een air over haar de... ja dat, is, ja, maar dat hindsight... is misschien ook de aantrekkelijkheid je weet het niet weet je ik bedoel nee ja kijk dat is het ze had ja, een soort het... girl next door kwaliteit ja maar ook een triestigheid ging ja nee mij. tuurlijk ja ja Maar goed... op die bananen denk ik van ja dat dat ga je toch niet dag in dag uit dus dat zijn van... miljoenen aan het verdienen hè? ik bedoel dat ja, maar, is wel dus maar dat snap ik als het voor haar was geweest dan had ik ook gezegd van Chapeau, weet je wel? Het feit dat jij gewoon over de wereld honderdduizenden mannen zo gek kan krijgen, dat ze denken dat je misschien wel door vriend zou kunnen zijn en daardoor honderden dollars erop stuk slaat, hij hey, top, weet je wel? Uh, mm -hmm. Ga er een heel mooi huis van van kopen, weet ik al. Maar als dus het waar is dat zij gedwongen wordt door haar vriend. Maar je kijk. Ik, ik, ik weet het niet. Ik vind het ook triest. Weet je? En dat is gewoon. Ik heb dat altijd. Als je dan met die celebrities en dan. dan weet je, wat, wat, wat die rechtszaak laat? Wat was dat ook weer? Dat was van. Um, ja, Johnny Depp en. Uh, ja, Ember ja. ja, ook Dat je ook met die scheid in dat bed. Weet je? En dat ik ja. denk van. Weet je, die mensen zijn, leven zijn larger kapot. dan life. Ja. En dan zie je hoe hun leven er werkelijk uitziet. Dan ja, ben van fucking hel, man. Ja. Ik bedoel, wat een puinzooi. Ik zou nog niet met een, in een kilometer in de buurt van zo'n, van die ellende willen leven. Nee. En dit ook weer, weet je, ja. weer zoiets. van ja, je kan succesvol zijn in het ene en, en een ander deel van je leven is een schreeuwende, gillende ja. puinzooi. Ja. Het is geen garantie voor, voor, voor geluk. Nee. En dat, uh, ik, ik bedoel, ik vind dit net zo triest als dat ik het entertaining vind. Uh, maar. Ja, op ja, een zieke ja. manier is het een soort van... Want ik keek echt van veel mensen naar. Ja, natuurlijk. Als ja. je dit ziet... dan Maar ga je donaties gingen ook. Van het begin van de film stond het op 450... en stond op een gegeven moment op 660, weet je. Dus er kwamen alweer 200... Maar ik kan me ook voorstellen dat het helemaal bullshit is. Dat nou het ja, allemaal maar, geacteerd maar dat, is. Maar dat is het dus. Wat, wat, mijn probleem, en dat hadden we net ook al met die stremactiezen... Kijk, we hebben het er al vaker over gehad. Als er een probleem is en jij vindt dat, jij, uh, uh, dat, dat je iets misdaan wordt. In dit geval, uh, bij die stemacties heb ik nog gezien van oké, okay, juridisch gezien sta je niet heel ja. erg sterk. Maar als jij gewoon mish uh, abused wordt door jouw man, dan moet je fucking naar de politie gaan. Weet je? En dan moet de politie ook gewoon daar daadwerkelijk werk van ja, maken. Dat snap ik, maar ik denk, zij wordt niet fysiek mishandeld. Dit, gaat ja, al, dit, ging een, dit was een opmerking over die honden. Ja, maar ja, nou, je kan ook mentaal... Uh, de... Pas op, hè. Nee, maar... Nee, nee, maar ja. ik, ik ben het met je eens. Maar om heel eerlijk te zijn, als je een kutrelatie hebt, get the fuck out. Nee, maar soms en... is dat dus blijkbaar niet zo nee, makkelijk. Nee, ik snap dat dat niet ja. makkelijk is. Nee, maar, maar mij gaat maar... het meer over, want dat wordt, dat wordt een hele lange discussie. Maar het is gewoon van, op het moment dat dit op social media gebeurt, heb je meteen weer van, de ene groep gelooft het en de andere groep gelooft het niet. Waarbij je dus, waarbij zij ook niet gediend is. Nee, het is dat het, vind ik een Er zijn ervan. geen winnaars, nee. Nee. absoluut niet. En weet je, zij gaan scheiden en het wordt een rechtszaak en, en weet ik veel, en er moet geld van de een naar de ander. En nou, goed, je krijgt, uh, hij zei dit en zij zei dat en ja. zij zal ook wel best wel kut zijn, uh, weet je. En <laughs> ik, het is, <laughs> er zijn geen winnaars hier. Nee. En daarom is het zo treurig. En en je weet gewoon, ja. Het, aan de andere kant van het verhaal, zij is uh, in ieder geval nog een gigantische hoeveelheid kijkers uh, binnen aan het trekken en donaties. Uh, op basis van de persoonlijke ellende. Nou ja, dat is knap. Um, misschien zitten, liggen ze nu allebei uh, arm in arm met bubbelbad, ze gaan maar stuk te lachen <laughs> nee, over dat, het succes. Maar van dat hun. soort rare gedachten ga je dan krijgen van, van mensen die roepen: van ja, uh, dat zegt ze nu allemaal wel. Maar ze heeft ook een paar jaar lang zelf geroepen dat ze single was. Ja, je weet het gewoon. Ik bedoel, die kerel komt als een hersel over dus ik geloof wel meer nee, van die haar... kerel komt eigenlijk over als zoals managers overkomen en ja. hij is zich heel erg bewust van het feit dat hij daar in die livestream zit en ja. dat, hij, dat hij gedokst gaat worden en dat mensen weten wie hij is want dat 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 komt ook op straat hij hij ziet hij ziet nu wel inderdaad zijn, zijn, zijn inkomstenbronnen opdrogen um, ik vind het vooral gewoon sad en ja. uh, we hebben het er wel vaker over ik heb het ook wel vaak over met andere mensen van dat 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 dat, dat persoonlijke leven wat en charme is van iemand vroeg dat van zou jij dat dan ook doen stel dat weet ik veel jouw vriendin het uitmaakt whatever of abused zou je dat dan op social media hell no weet je bedoel ik maar maar maar, maar samenwerken met maar, je met je relatie tuurlijk maar Twitch is ook uh, een, een kracht van Twitch is dat hele persoonlijke ja ja, het, ja daarom, de, de daarom het is ook entertaining. En alles alles wordt oh ik voel me niet goed en ik ja. heb deze aandoening en oh, al het zielig en mijn opa is dat en al die shit. Ik zou het nooit doen. Ik ben old school. Mijn privéleven is 100% mijn privéleven. Niemand heeft er wat mee te maken. Ik vind het soms zelfs moeilijk om aan mijn eigen collega's te vertellen. Weet je? Ik bedoel, mm -hmm. ik houd dan soms voor me. Het kan nu in live in deze piep-show. Kun je gewoon je hart op tafel gooien. Nee, dat snap ik ook wel. Maar kijk, wat er kan gebeuren. Stel, ik, zeg zeg dit en dit is met me aan de hand. En dan krijg ik in de chat van. Oh, zielig. Sorry. Doneren allemaal eventjes, jongens. Doneren voor je. Maar ik voel daar niet een soort van: oké, nu voel ik me een stuk beter. Waar ik me beter voor voel, is gewoon als een bepaalde close friends. Mij maar je... dit is haar leven Maar dat bedoel ik van haar wereld. Dit is, is haar dus... wereld ja, dit is haar wereld. Die, die, die en dat vind ik het griezelige daarvan. Dat dat dus blijkbaar dat allemaal maar zo hup die fucking eter in moet worden gegooid. Ja. En het is een sign of the times. Ik, ik uh, heb daar ook moeite mee, maar aan de andere kant, ik, 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 ik snap wel de aantrekkingskracht ervan. En ja. ik snap ook dat mensen er naar kijken, want het is ook uh, interessant. En uh, ja, ik ik, 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 ik weet het niet. Weet je, ik vind nee. het lastig. Dit is een nieuwe, dit is een nieuwe vorm van media maken ja. die eerst geproduceerd werd, weet je, in het Big Brother tijdperk. Ja, 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 ja. En nu zijn mensen het zelf aan het produceren. En dat was awkward, omdat die mensen zich bewust waren van, oh, het staat de kamer op, maar dit is, ik bedoel, ik vraag me af of ze überhaupt wel realiseerden, tuurlijk, ze weten dat ze streamen, maar dat dat vo, voorkomen. Bedoel, nee, 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 stel nee stel ze zit zich niet dat er een miljoen mensen aan het kijken nee, waren. Nee, bedoel, nee, Misschien het, wel dat er mensen aan het kijken waren, maar niet hoeveel het er waren. Ik heb en al dat wij in de piepshow vervolgens analyse daarvan, dat had ze zich niet gerealiseerd. Nee, uit. nee, maar als ik bij wijze van spreken iets mij zo zou roeren dat ik hier een traan zou hebben, zou ik liever hebben dat even de camera uitgaat. Want ik heb niet. Van... Nee, dat kun je gewoon rustig doen. Oké, oh, oké, okay, ja, okay, nou gewoon, goed, dan ga ik nu even. Nee, maar dat <laughs> bedoel ik van volkomen natuurlijk gewoon je hele hebben en houden gewoon live. Ja. Met de titel alles gaat gewoon op Twitch. <laughs> ja. ik, uh, ik weet niet hoor. Ik heb uh, nee. kom op meid, als je dit ziet, Amarant. Ga gewoon lekker door. Ga, Ga gewoon uit, je... niet uit het veld staan door deze kerel. Nee. Um, ik ben benieuwd. Er zijn nog een miljoen anderen die zich zojuist gesubscribed hebben op je <laughs> kanaal. Dus <laughs> dat zou ik inderdaad kunnen. Ik weet ook niet of ze vanavond aan het streamen is geweest, maar dat gaan we straks wel even checken. Volgende ja. week een nieuwe piepshow.